Het startschot voor de eerste start met een lange line. De vierde wedstrijd op Ter Hinne. En we zoeken aan de boppenkant van de startlijn wat zijn en drachten je goed bijkomen. Nog heger zit de hele mannen, maar die gaat echt wat letter over de line. Grote verschillen in keuze, want helemaal onderaan de startlijn is de start van Snits. Maar de snekerpannen zouden er net zo geweldig uit bijkomen. De route is een songlas. Het betreft twee grote kruisrakken in deze route en ik zelfs twee grote voor de winst rakken. En daar kon de skippen haar maar uitlipje. En heel verrassend om de eerste tonnen als eerste is het skip van Albert Visser op Drachten. Die komt dus heel goed uit de startblokken en is nog voor het Jereveen. Pieter Brouwer, maar hij zit dus wel weer heel goed voorin. Wat had deze man en skipper toch goed bij. Op het tweede plakje zullen we wat zijn. Voor Ljouwert, Jennewaard en Grauw. En dan op het zonde plakje vinden we Bols het weer om. Snits start op een njogende positie. En die maakt dus heel wat goed meisje. En dat doen ze voor het dadelijk zal bij de tweede keer. Bij de bovenste tonnen. Het is daar een griebus, het is ziekje om de gotjes. Snits krijgt onder de jouwer. En alle scooten knokken voor die beste positie die je dan nodig hebt. De oude Visser van Snits. Ken hij wat verder vooruit skarrelje? Hij kent Pieter Brouwer vanzelfs net te vier keer letten om het kampioenschap toch nog een beetje spannend te horen. Bolzert mengt hem echt weer in de strijd. Grauw zullen we daar nog draaien. En de jouwer, ja, die zakken toch wat naar achteren in dit geweld. Alle zwerver van de Lemmer. Hij startte helemaal achteraan, maar staarde gewoon kroepter naar voren. Hij is alweer opgeklommen naar het ziende plak. En dan de hele sliert weer onderwijs naar de onderste tonnen. En daar docht blikken dat Jereveen de macht weer overnam had van het scootje van Drachten. Pieter Brouwer bij de Gerben van Manen pakt de voorsprong en is ik bij de vloot Weiran. Er binnen net volle skippen die dit scootje horen kennen voorlopig. En ja, die favoriete rol die de tabben dicht kregen hier, die maken het voor eerst vol slijmwier. Daarachter bloedt de strijd uiteraard spannend. We gaan in achtervolging Jennewaard. Drachten is afzakken naar het tweede plakje. Vlak daarachter Ljouwert. En dan pas vinden we de scootjes van Bolzert en Snits. Jennewaard. Ja, op een kreest tweede plak. Maar kennen ze dat vast horen, Gerard Pietersma? Voor eerst rennen ze hier wat uit. Want het is Drachten dat ja, een beetje in de knoei komt. Maar Ljouwert, afkrekt ons om. Het gaat alle keer krek goed. Ze rijdt in mijn koor justjes, maar net wordt genoeg van protesten. En ze kunnen trotsgezield worden. Het joeg wel aan. Hoe voel de strijd weer. Hier op een snitser maar biedt ter hinne. En Jappie Meter, die zielt staren gewoon vooruit. Juster vanzelfs prachtige duels op Jennewaard met Snits. En ik nou weer mooi voor in die vloot. En wilst Huzem krijgt om een tonnen is, de bovenste tonnen wil te verstaan, is Jereveen al haast wel bij de onderste. En zij meidje een verskorren god mij de achterhoede. Er staat onnota geen maat op de Gerben van Manen. Maar het is vanzelfs ik heel diep het waartype wat hem het beste leidt. Windkracht 4 5. Beste poesters en dan had het schip goed in de macht. Het verschil groeit met de nummers 2, 3, 4. En de wien is stevig. Dikke uitzitters, dikke fjouwers hier erin en alle skippers hier klauwen. En dat betekent ook dat er bij de ton soms gremietige duels winnen. Deun op elkaar. En hier zien we dat Ljouwert die onderste tonnen goed benut om boven Drachten te prikken. En ze hechten te pakken en beter uit te komen bij de volgende tonnen. Langwar, het scootje wat we krijgen voorbij zeggen. Die voelen we weer om in de achterrein, een 12e plak. Ja, Arne Sjerkstra kan het skip nog net echt goed onder praat krijgen, zal ik het.
En Wils Jereveen alweer voor het lapje onderwijs is naar onderen. Zorgen we in de vierde. De achtervolgers die het onderling nog wel wat de vechtjes uit de fjocht zien haar. De Jouwer. Ja, Dirk-Jan Reijenga. Hij wil zo graag. Hij hier zelfs dat verrassend goeie in het begin voor de Grauw. Maar hij kan hem hier net in die voorhoede horen. Dan een duel bij de volgende tonnen tussen Woudzijn, die het op bakboord leidt. En dus Rjochtrom mij en dus de Lemmer opsturen mij. En ze die positie houdt, maar daar wil een gat creëert voor Snits. En Douwe Visser van Snits profiteert dankbaar. Steekt hem ertussen en schoot op naar het derde plakje. En daar komt er dus toch weer aan, zoals eens alle dagen in een rin van de wedstrijd Meldrum onkoop. En als het heel redden kan, eindigde ik stevast in de top draaien. En dat is ook een kwaliteit. Douwe Visser op jacht naar Ljouwert. Dat scootje werd er juster ook zulke schitterende duels mee hier. Maar is de tijd lang genoeg? Kinderen het opredden. Jappie Meter van het Ljouwerter scootje is vanzelfs ook een betoefd zieler. Liet hem juster toch even in de luren lezen. Maar liet het hier toch genoeg ruimte te haar. Maar dan docht in ien blikken dat Drachten en de Jouwer de wedstrijd verlitten. Averij onderling en zij koen net verder. Niks stiert de derde overwinning van Jereveen in de wei. En zij lezen fantastisch op kampioenskoers. Maar daarachter is het nog even heel mooi tussen Ljouwert en Snits. Wat maken die er een fantastische wedstrijd van. Maar deze keer is Jappie Meter de toekste. Hij houdt hem boven Snits en hij finisht als twadde, krijgt voor de snekerpannen. De uitslag bij Ter Henne. Als eerste het Jereveen, dan Ljouwert, Snits en de Lemmer. Dan Woudzijn, Plaksois, Grauw, weer in de middenmoord, Pabolzet, Langwaar, de Jouwer, Drachten, Staarm, Jenne Vluchterhinne, Tolfde Huzem en Drachten en Jenne Woord bij de 14 punten. Drachten protest zelf opjoen, Jenne Woord het protest verlen. Dan naar het klassement. Onder leading op kampioenskoers, het Jereveen van Snits, Bolzet, Woudzijn, Ljouwert, knap van voren, vijfde plak, dan Grauw, de Jouwer, Jenne Woord, de Lemmer, Drachten, Langwaar, Werflug, Tolfde, Drachten, Starem en onderaan 27 punten, Huzem, Lodewijk, Meter.